Ja, Jeroen Lekemolen hier op Spa-Francorchamps. Je ziet hem daarachter, de bekende Eau Rouge en Radion. Hieronder dat gedeelte heet Eau Rouge en dan naar boven Radion. We staan hier voor de 24 uur van Spa. Een van de belangrijkste lange afstandswedstrijden in de wereld. Natuurlijk Le Mans, Daytona. Spa hoort daar zeker bij. Ik race voor een Amerikaans / Duits team. Het team komt uit Amerika, of tenminste de rijders komen uit Amerika. En het team wordt genoemd de Car Collection die uit Duitsland komen. Wel een Amerikaans pak natuurlijk. Nederlandse vlag op de deur, maar dat is meer omdat het Amerikaanse kleuren zijn. Die was niet speciaal voor mij gedaan. En je ziet, we zijn volop in de voorbereidingen met de auto. Het team is druk bezig, de auto ligt nu nog helemaal open. Ze zijn nu de tank aan het meten, kijken hoeveel er precies in mag. Want dat is allemaal volgens de balance of performance, moet het precies kloppen. Je ziet hoe zo'n auto er dan uitziet als hij open ligt. Op dit moment zelfs nog geen stoel in de auto. Je ziet wel heel veel knoppen en dingen waar wij mee om moeten gaan. Ziet er heel ingewikkeld uit, je moet hem ook wel even uit je hoofd leren. Maar uiteindelijk kom je daar als rijder best wel snel achter. Ja, en hier de achterkant van de auto met natuurlijk de motor waar nog alles opgeschroefd moet gaan worden. Je hoort het, veel herrie hier. Maar we gaan ons opmaken voor een mooie 24 uur. Er wordt aardig wat regen verwacht, veel wisselvallig weer dus. Dat wordt ook bij Spa. Heel veel auto's op de baan, 71 teams die deelnemen. Allemaal met GT3 auto's, dus allemaal ongeveer even snel. En dat maakt dit een van de zwaarste 24 uur races in de wereld.